De afgelopen tijd was ik eens aan het nadenken over het fenomeen, wat je allemaal zegt tegen jezelf en welk effect het heeft op je mindset en op je zelfvertrouwen. En dan kan het gaan over zowel de positieve dingen die je tegen jezelf zegt als de negatieve dingen. Welkom bij de podcast van Baasbegrip. In deze podcast krijg je handige, praktische en vooral logische tips op het gebied van mindset, persoonlijke effectiviteit, zelfvertrouwen en communicatie. Om jezelf te versterken en je persoonlijke en werkgerelateerde uitdagingen succesvol aan te pakken. Ik ben Sandra en ik wens je heel veel plezier met het luisteren naar de Baasbegrip podcast. Welkom bij een nieuwe aflevering van de Self Empowerment podcast en heel erg leuk dat je luistert. En ik wilde het dus graag even hebben over dat wat je allemaal zegt tegen jezelf. En wat voor effect het heeft op je mindset en op je zelfvertrouwen. Want het is tegenwoordig heel hip om het te hebben over positieve affirmaties. Je komt het overal tegen op social media. En dat is volgens mij trouwens dubbel positieve affirmaties. Want affirmatie betekent volgens mij positief zinnetje. Maar goed, maakt niet uit. En wat er dan mee bedoeld wordt, is dat je een effect creëert door positieve dingen of wensen tegen jezelf te zeggen. En ik kan daar zelf soms wat kriegel van worden als ik merk dat, hoe zeg je dat nou? Het iets is van waarmee men mensen probeert te helpen aan meer zelfvertrouwen of zelfontwikkeling en dat het iets dan heel hip wordt, terwijl ik denk van ja, wordt er wel even logisch over nagedacht. Maar goed, ik kan er zelf een beetje kriegel van worden. En zeker als het dus zo gebracht wordt dat je gewoon kan krijgen wat je wilt, als je het maar vaak genoeg tegen jezelf zegt. Als ik mezelf wel eens voorneem om zo'n positief zinnetje te zeggen, dan gaat dat vaak gepaard met het gevoel van, hallo, dit slaat echt helemaal nergens op. Dit kan toch eigenlijk niet. Maar ik moet mezelf wel even streng toespreken. Want ik merk zeker dat het zeggen van negatieve dingen tegen mezelf wel degelijk effect heeft op mijn mindset en zelfvertrouwen. Dus als het daarbij werkt, waarom ben ik dan zo sceptisch over positieve affirmaties? Over positieve dingen zeggen tegen jezelf. Daar zat ik zo eens over na te denken van wat het verschil dan is. En uiteindelijk realiseerde ik me dat er iets vast zit aan die negatieve zinnen, namelijk het geloof erin. Negatieve dingen die je tegen jezelf zegt, die zeg je zo vaak en zo makkelijk, dat je ze ook echt voor waarheid aanneemt. Dat vind je eigenlijk heel normaal en dat zie je niet als iets wat je ego gewoon maar zelf bedenkt en in je hoofd zit te tetteren. Je trekt het niet in twijfel, je gaat niet met jezelf in discussie, je toetst het niet aan de realiteit. Dat negatieve stemmetje, wat dus eigenlijk maar gewoon iets zegt, dat geloof je dus ook gewoon. En als we dan teruggaan naar die positieve affirmaties, dan moet ik dus wel erkennen dat het zeggen van positieve dingen wel zou kunnen werken op je mindset en zelfvertrouwen. Want als het lukt met negatieve woorden, dan lukt het ook met positieve teksten. Maar ook dan moet je er dus wel zelf in geloven. Of je moet in ieder geval geloven dat het zou kunnen gebeuren. Datgene wat jij graag wil wat er gebeurt. En waarover je dus een positieve zin tegen jezelf zegt. Dat maakt dus ook dat het gewoon niet zo heel veel zin heeft als jij positieve affirmatie voorbeelden van een ander gaat overnemen. Waar je dus eigenlijk gewoon helemaal geen klik mee hebt zelf. Of waarvan je diep van binnen weet van, ja, dat is eigenlijk gewoon niet echt realistisch in mijn leven op dit moment. Bijvoorbeeld de affirmatie van, ik ben morgen rijk of zo. Dus het signaleren van je negatieve verhalen aan jezelf en deze stoppen in je hoofd, dat is natuurlijk altijd een goed idee. En een positieve affirmatie ook, als je jezelf maar wel kan voelen en geloven dat het zou kunnen gebeuren. Bijvoorbeeld, vandaag is een mooie dag, of wordt een mooie dag. Bij de vergadering blijf ik rustig en kalm.
Of één deze dagen komt er wel een oplossing in mijn hoofd voor dit probleem. Of ik zie er hartstikke leuk uit vandaag. Of ik ben helemaal prima als ik gewoon mezelf ben. Of als het gaat over een of andere situatie wat nog moet komen en je hebt allerlei beelden in je hoofd van dat het allemaal misgaat, dan kan het natuurlijk ook heel erg helpen als je bedenkt wat als het wel lukt. Dus ja, luister sowieso eens goed naar jezelf, wat je jezelf allemaal wijs maakt. Zorg dat dat dingen zijn waar je wel wat aan hebt. En geloof ook dan wel in je eigen wijsheden. Bedankt voor het luisteren naar deze podcast. Ik hoop dat je het leuk en nuttig vond en dat je de tips kan toepassen op jouw manier. Heb je vragen? Stuur dan een mail naar info@baasbegrip.nl of neem een kijkje op de site www.baasbegrip.nl. Tot de volgende podcast!